Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. We kunnen het zien op de satellietfoto: een groot deel van het land heeft vanochtend nog te maken met wolken en ook kan het eerst nog nevelig of lokaal mistig zijn. Verder vallen er een aantal buien, eerst vooral in de kustprovincies in het midden van het land. Geleidelijk aan verplaatsen de buien zich verder landinwaarts en uiteindelijk verlaten ze ons land oostwaarts. In de loop van de dag breekt ook vanuit het noordwesten de zon iets vaker door en dan wordt het een graad of 17 bij een overwegend matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog en komen er meer opklaringen. De wind neemt af na zwak, aan de kust nog soms matig, windkracht 2 tot 4. Morgen hebben we te maken met wolkenvelden en zon en verder kan er een enkele bui vallen, vooral in het noordoosten en noorden van het land. Het wordt 16 of 17 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het westen tot het noordwesten. Maandag opnieuw kans op een enkele bui in het westen-noorden van het land. Verder wordt het zo'n 16 of 17 graden. Dinsdag en woensdag is het weer wisselvallig, met vooral dinsdag veel bewolking en flink wat regen. De middagtemperatuur ligt rond 16 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.